I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. Oké, nou is het staan aan de vooravond van voor ons wedstrijd van het jaar. De topper tegen de Rommel. Tweede wedstrijd tegen hun. We hebben ze dit seizoen al een keer pijn gedaan in Den Bosch. 5-4 gewonnen. Een heksenketel daar. En wij verwachten eigenlijk vrijdag volle tribunes hier. Uitverkocht weet ik niet, maar er zullen veel mensen ons komen supporteren. Om ervoor te zorgen dat wij onze goede uitgangspositie kunnen gaan verschaffen voor de play-offs. Inzet is de eerste plek. We staan 7 punten achter op de Rommel, dus wij weten wat we moeten doen. Dat is winnen. But if you close your eyes. Het is inderdaad een hele grote wedstrijd en vooral omdat ik nu 9 maanden geblesseerd ben geweest en dat ik dan uitgerekend deze Brabantse derby kan spelen. Ja, dat is iets waar ik al weken naartoe leef en hard voor getraind heb. En, goed gegeten, goed geslapen, overal aan denken om vandaag uiterst te kunnen presteren. Mijn verwachtingen zijn, ik denk als we gewoon ons niveau halen en met ons hart spelen, dan denk ik wel dat wij gewoon de 3 punten hier durven of kunnen houden. En SK de Rommel is ook een heel gretige ploeg en die zullen ook uiteraard voor de punten gaan. Dus het zal een moeilijk en spannend verhaal gaan worden vandaag. But if you close your eyes.